altijd jezelf blijven, denk ik. Dat is belangrijk. Oh la la la! Dat is Willem, oeh la la la. Mister oeh la la la. Schot gaat net in de hand. Oeh la la la! Een afstandsschot. Gepareerde van de helm, ja, dat is een betrouwbare sluitborst. Eigenlijk tegelijkertijd dat de documentaire werd gedraaid, is mijn vader bezig geweest om wat verhalen op te pennen. En dat heeft geresulteerd in een prachtexemplaar van een boek. Willem, kom er maar in. Ik denk dat mijn moeder die heeft verzonnen die titel. Nee? Nee, oké. Okay. Het is niet van mij hoor, dit. Het is mooi, nogmaals, dat het ooit toen ik er 35 jaar geleden aan begon. Voor de eerste keer niet denken dat het zo eindigt in een loopbaan, sommigen noemen het carrière, vind ik overdreven, in een loopbaan van 35 jaar. Dat is één, en dat er nog mensen zijn die het zien zitten om een boek over je en met je te maken. Ja, dat is, hier staat een trots verslaggever, ex-verslaggever. Herman, alsjeblieft vriend. Bedankt maat. Het feit dat hier nu zoveel mensen uit de voetballerij staan, denk, ja, dat zegt eigenlijk wel hoe jij in die wereld je hebt bewogen en je hebt gemanifesteerd. Overtreding gemaakt door twee tegenstanders, gelijk en ik kwam als overwinner uit de duel. En nog iedere zaterdag als ik langs de lijn zit, dan komt die vraag, waar is Willem? Ja, ik heb toch liever Willem. Ik zeg, dan moet je bij Rijnsburgse boys meisjes. Zijn uitspraken, ik weet niet waar hij ze vandaan haalt. De impel, stimpel, stapel, gek. De krom ontploft. Zet de fietsen maar buiten. Het komt in hem op en hij roept het. Interesseerde zich in het wel en wee van alle clubs. Van alle spelers, van trainers, van zelfs de supporters. Ik heb een keer een feestje gehad op vrijdagavond. Nou ja, vrijdagavond, dat zegt het al, hè. En was een feestje in de Zijl in Leiden. Nederlandstalig feest, zangertjes, gezellig. En wie presenteert dat feest? Willem van Zuilen, samen met Huug Ouwehand, onze teammanager. Ik denk, oh, heb ik weer. En ik wist toevallig dat Willem die zaterdag bij ons zou zitten langs de lijn. En jullie liepen samen, allebei nog vrij laat in de Polonaise. Als een kanonskogel door die zaal heen. Een uur of vier in mijn bed. Maar die dag daarna speelde ik een geweldige wedstrijd. Maakte ik twee doelpunten. Je speelde de pannen van dak. Ik speelde een dijk van de wedstrijd. Ja. Ik scoorde twee keer. Ja. Volgens mij was Jodan boos. En hij heeft het ook nooit verteld. Willem, wat doet het nou met je dat je hier je eigen boek staat te signeren? Ja, het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Waar heb je dat aan verdiend? Moet je mensen vragen die het kopen, denk ik. Dat weet ik ook niet. Altijd jezelf blijven, denk ik. Dat is belangrijk. Ik ga door met signeren. Dit is Comedy Capers van die keeper zeggen, à la Zoetirak. Zo'n boek is een bekroning op alles wat je gedaan hebt en betekend hebt. En blijft die gauw pik. Dankjewel. Dankjewel, Willem.